Ga je een paar dagen naar Parijs? Luister dan naar deze podcast met mijn tips voor een stedentrip naar Parijs. In deze luistertip van Frankrijk Binnendoor praat ik je bij met een aantal slimme tips om meer uit je bezoek aan Parijs te halen. In mijn e-book Parijs staat al veel handige informatie. Maar in deze podcast ga ik in op vragen die regelmatig aan mij gesteld worden. En dat bracht mij op het idee om mijn top 10 voor een weekend in Parijs samen te stellen. Luister je mee? Allereerst heb ik een handige tip voor je. Als je een paar dagen naar Parijs gaat, zul je ogen en vooral tijd tekort komen. Vooral als je voor de eerste keer naar deze mooie stad gaat. Je zult dan snel ontdekken dat bij alle bezienswaardigheden meer mensen op het idee zijn gekomen om net als jij en op hetzelfde tijdstip iets te gaan bezoeken. Als je in Parijs naar een museum wilt, zoals het Louvre, zijn de wachtrijen lang. Ook om met lift de Eiffeltoren op te gaan, vergt heel veel geduld. Voor scènecruises, andere musea en stadswandelingen met de gids zijn er ook vaak wachtrijen. Op frankrijkbinnendoor.nl kun je voor praktisch alle attracties, musea en bezienswaardigheden voor vertrek al je tickets online kopen. Ook voor cruises en de populaire hop-in, hop-off bus. Als je dus op een dag een paar attracties wil bezoeken en je moet overal een half uur of langer wachten, dan ben je op een dag dus veel kostbare tijd kwijt. Vooraf online boeken voorkomt dit en ook een hoop ergernis te plaatsen. Als je naar frankrijkbinnendoor.nl gaat, zie je boven in het menu de link Tickets en toegangskaarten Parijs. Daarmee vind je veel aanbiedingen voor online tickets in Parijs. Dan nu tip 1. Die gaat over de metro. Ik reis zelf het liefst met de Thalys naar Parijs. Je kunt dan vanaf Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel, maar ook vanuit Luik en Aken binnen een paar uur naar Parijs. Je stapt uit op Gare du Nord, waar je al direct op loopafstand bent van de Sacré-Cœur en Montmartre. Als je met de metro naar je hotel gaat, dan kun je het best in de Thalys Bar al een karnet met 10 kaartjes voor de metro kopen. Ze zijn iets duurder dan op de stations, maar je voorkomt op deze manier wachttijden bij de automaten of het loket op Gare du Nord. Koop je metrokaartjes toch bij een automaat op het station? Laat je dan niet verleiden door iemand die je heel graag wil helpen. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat je ongeldige kaartjes krijgt en je geld kwijt bent. De metro is ideaal om Parijs te ontdekken. Maar mijn ervaring is dat je wandelend door de stad nog veel meer ziet. Het is vermoeiender, maar echt een aanrader. Ga je lopend Parijs ontdekken? Dan is een metrokaart Paris-visite voor een paar dagen veel duurder dan losse kaartjes. De meerdaagse metrokaarten zijn overigens op de stations met een automaat te koop. Ga daarna even naar het loket en haal een handig mapje met een gids waarin tal van voordeelbonnen zitten en een kaart. Tip 2. Als je een weekend of een paar dagen naar Parijs gaat, kun je dat natuurlijk via een reisorganisatie doen. Maar zelf een hotel in Parijs boeken is tegenwoordig een fluitje van een cent. Zelf boek ik mijn hotels in Frankrijk meestal via booking.com. Ook voor Parijs heb je een enorme keus met goede hotels. Ik heb wel eens meegemaakt dat bekenden een super deluxe en duur hotel in Parijs boekten en mij naderhand vertelden dat ze een prachtige tijd hadden gehad, maar nauwelijks in hun hotel waren geweest. Mijn beste tip die ik je dan ook uit eigen ervaring kan geven, is om gewoon een goed middenklasse hotel te boeken. Prijzen variëren dan van 80 tot 150 euro voor een tweepersoonskamer, afhankelijk van de periode wanneer je gaat. Vooral als je voor het eerst gaat is dit een goed idee. Je zult namelijk merken dat je 's avonds laat pas op je kamer bent, blij dat je even een douche of bad kunt nemen en direct moe en vol indrukken in je bed duikt en 's morgens na het ontbijt gelijk weer de stad intrekt. Tip 3. Als je met kinderen een weekend in Parijs bent, dan zul je je geen moment vervelen. Het beste kun je vooraf keuzes maken waar je naartoe wilt gaan. Ik ben zelf een paar keer met mijn kleinkinderen Lars en Evie naar Parijs geweest en heb er met hen weer heel andere ervaringen opgedaan. Maar zelfs met deze twee rakkers heb ik nog lang niet alles kunnen zien wat je met kinderen in Parijs kunt doen. Zelf vond ik bijvoorbeeld lopend via de trap de Eiffeltoren opgaan wel heel erg leuk. Wat ook altijd indruk op mij en de kinderen maakt is het Nationaal Historisch Museum bij de Jardin des Plantes. Je hebt er ook een dierentuin, maar in het museum zelf is veel te ontdekken. Als je het allemaal wilt zien is een dag nog te kort. Voor kinderen is er tegenwoordig een aparte afdeling waar ze zelf van alles kunnen ondernemen. Het is echt een aanrader als het eens wat minder weer is. Op Frankrijk Binnendoor vind je nog veel meer blogs van mij over Parijs en wat je daar met kinderen kunt doen. Pluis ze gewoon eens een keer uit. Tip 4. Het is natuurlijk voor iedereen weer anders, maar ik zal proberen je wat tips te geven waarmee je het maximale uit je bezoek kunt halen.
Afhankelijk van de tijd dat je in Parijs bent, zou je de dagen bijvoorbeeld als volgt kunnen indelen. Op dag 1 bezoek je de Eiffeltoren, het Quartier Latin, je wandelt langs de Seine, bezoekt de Notre-Dame, het Hotel de Ville, je gaat naar de gezellige wijk Le Marais en Bastille. En dat moet allemaal op één dag te doen zijn, want het ligt allemaal redelijk compact bij elkaar. En dan ga je op dag 2 naar het Louvre, de Tuileries, Concorde, de Champs-Élysées, shoppen op de boulevard Haussmann en de mooie warenhuizen en de Place Madeleine. En dan ga je op dag 3 naar Montmartre, bezoek de Sacré-Cœur en de bijzondere plekjes die niet zo bekend zijn. Lees daarvoor vooral mijn blogs en het e-book Parijs. Wil je het Louvre en de Mona Lisa bijvoorbeeld zien? Houd er dan rekening mee met lange wachttijden bij de kassa's. Maar ook heb je veel tijd nodig om het museum zelf goed te bekijken. Tip 5. Ga je langer dan 3 dagen of wil je iets anders meemaken in Parijs? Dan zijn er tal van mogelijkheden zoals een ontdekkingstocht langs de mooie parken van Parijs. Bijvoorbeeld de Jardin de Luxembourg of het Parc des Buttes Chaumont. Het mondaine Saint-Germain-des-Prés met de bekende brasserieën zoals Café de Flore, Les Deux Magots en Lippe is ook de moeite waard. Je vindt er in deze wijk ook veel chique winkels en het mooie warenhuis Au Bon Marché. Houd er wel rekening mee dat je bij de beroemde brasserieën de hoofdprijs betaalt voor een consumptie. Misschien is het een beter idee om er langs te lopen en in een van de straten in de buurt iets te gebruiken. Wat dat betreft is mijn favoriet Le Bonaparte op het Rue Guillaume Apollinaire. No nonsense en altijd supergezellig en het is maar een paar stappen verwijderd van Café de Flore, maar aanzienlijk beter aan de prijs. Het Île Saint-Louis, dat in de Seine ligt, is altijd gezellig. Als je op het terras gaat zitten, met uitzicht op de Notre-Dame, dan heb je een wereldplek. Hier kun je trouwens ook lekker genieten van de avondzon. De omgeving van de Place de la République heeft de laatste jaren een flinke oppepper gehad. Vooral langs het kanaal Saint-Martin vind je veel leuke zaakjes voor een hapje en een drankje. Wil je iets bijzonders meemaken als het lekker weer is? Ga dan aan het begin van de avond naar het kanaal Saint-Martin en je zult niet alleen zijn. Veel jonge Parijzenaren en ouders met kinderen genieten er dan van de avondzon en een aperitief. Koop bijvoorbeeld bij La Vache dans la Vigne een fles wijn, een stukje kaas of een lekker hartig stukje worst en het feest kan beginnen. Tip 6. Ik heb hiervoor al even de boulevard Haussmann en de warenhuizen genoemd. Lafayette en Printemps liggen allebei op deze fameuze boulevard in Parijs. 2 keer per jaar is er de grote uitverkoop. Ik schreef er zelfs een blog over met veel tips over shoppen in Parijs. Ook BHV bij het Hotel de Ville is een mooi warenhuis. Leuke hotspots om te winkelen zijn de Joodse wijk Le Marais, Saint-Germain-des-Prés, de wijk rond de Opera Garnier en de Place Vendôme. Die moet je gewoon gezien hebben met de vele chique winkels. In de buurt ligt ook de bekende en luxe winkelstraat Rue du Faubourg Saint-Honoré. Naast fraaie winkels vind je er prachtige oude panden. En een trendy trekker hier is de Concept Store Colette op nummer 213. Heb je dorst? Ga dan naar beneden. Er is een speciale waterbar en zoveel watertjes heb je nog nooit bij elkaar gezien. Trouwens, over concept stores gesproken. Mijn favoriet is Merci. Die vind je aan de boulevard Beaumarchais 111. Niet ver van de Bastille en het kanaal Saint-Martin. Tip 7. Ik heb het nog niet over de Seine gehad, maar vooral als het lekker weer is, dan is dat een echte aanrader. Heel bijzonder zijn de Berges de Seine. De nieuwe kaders langs de Seine zijn voor een groot deel interactief geworden en autovrij. Er gebeurt van alles, vooral in het weekend en met mooi weer is het er supergezellig. Het is echt de moeite waard voor groot en klein. Tip nummer 8. Hoewel Montmartre erg toeristisch is, valt er buiten de Place du Tertre en de Sacré-Cœur genoeg te beleven. Ga van de geëikte paden af en slenter eens door dit voormalige dorp in Parijs. Je zult verrast zijn door de rust en de mooie omgeving. En er ligt zelfs een wijngaard. Tip 9. Voor mij is een bezoek aan Parijs zonder een markt gezien te hebben niet compleet. En de mooiste markt van Parijs is voor mij en vele anderen de dagelijkse markt bij de Place de l'Igre. Je vindt deze markt tussen de Rue Faubourg Saint-Antoine en de Rue Charenton in het 12e arrondissement van Parijs, de Bastille. Behalve maandag is er elke ochtend een oergezellige markt met de meest verse producten. Koks uit Parijs doen hier vaak hun inkopen. Op zondag is er op de Bastille een leuke markt en verder heeft elke buurt of wijk wel zijn eigen markt. Ga op ontdekkingsreis en laat je verrassen. En hier is dan alweer mijn laatste tip. Tip nummer 10. Wandelen in Parijs.
Als je nog niet uitgewandeld bent in Parijs, dan heb ik nog een hele leuke tip voor je. Ga eerst met de metro naar de Bastille, bijvoorbeeld met lijn 1. En loop dan de Avenue Dames-Niel in. Blijf aan de linkerkant en op een gegeven moment zie je een trap omhoog met een groen bord Promenade Planté. Dit is het oude spoorviaduct naar het Bois de Vincennes. Je loopt er ruim 4 kilometer boven straatniveau in een heel andere wereld. Tuinen, vijvers, bankjes en bomen zorgen hier voor een natuurlijke omgeving waar het heerlijk toeven is. Uiteindelijk kom je dan bij het Bois de Vincennes. Dat is ook erg leuk om te ontdekken en om er doorheen te lopen. Bij het Château de Vincennes kun je dan de metrolijn 8 nemen die weer terug richting de Bastille gaat. Je kunt het kasteel natuurlijk ook eerst even bezoeken. Ik wens je heel veel plezier in Parijs. Heb je nog vragen? Kijk dan op frankrijkbinnendoor/Parijs. Of download mijn e-book Parijs. En als je premium lid bent of wordt van Frankrijk Binnendoor, kun je het e-book zelfs gratis downloaden. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Luister dan ook naar mijn andere luistertips die inmiddels al meer dan 20.000 keer zijn gedownload. Je kunt ze vinden in iTunes en Stitcher en natuurlijk op frankrijkbinnendoor.nl/podcast. Tot mijn volgende podcast.